Goed dat je er weer klaar voor zit voor alweer de 40ste aflevering van Nu in de Bios. Ook vandaag laat ik je weer kennis maken met vier gloednieuwe films die vanaf morgen te zien zullen zijn in bioscopen in onze regio. Straks zie je onder meer de nieuwe Nederlandse romcom Verliefd op Bali en een komische film uit IJsland, namelijk Northern Comfort. Maar we trappen af met humor van eigen bodem in de nieuwe film Skotu. Sino en Mo groeien op in dezelfde wijk in Amsterdam. Ze leren het klappen van de zweep al op jonge leeftijd kennen en ontwikkelen zich in no time tot twee streetwise rechercheurs. Wanneer ze een grote cocaïnesmok op het spoor komen, zien ze dat als een enorme kans om zichzelf te bewijzen. Maar hun unieke Turkse en Marokkaanse werkmethodes zorgen ervoor dat ze door de hoofdcommissaris van de zaak worden gehaald. Ze zetten het onderzoek stiekem door en als Sino's vrouw in de zaak verstrikt raakt, moeten ze alles op alles zetten om hun baan en familie te redden. Je moeder! Shit! Fuck you, Skotu! Dat is niet aardig. Jullie zijn een van de beste teams van dit korps. Skotu, wacht je op de bus, Woerla? Bus 710 pk. Jij denkt echt dat je Will Smith bent, hè? Kan persoonlijk worden, plathoofd. Tajin bothoofd. Aubergine. Kameel. Dat kan niet, dat heb je net al gezegd. Wat we in ieder geval weten, is dat er binnen een paar dagen een grote lading cocaïne gaat aankomen in Amsterdam. Tamam, komt goed, inshallah. Nee, niks inshallah. Het is een Vlaamse papi. En jullie gaan die boy heel moeilijk kunnen pakken. Die wedstrijd van Turkije begint zo. Dus de Turkse versie. Oh, dat hebben we zo vaak gedaan. De Marokkaanse. De Marokkaanse. Let the show begin. Sino, ben je aan het werk? Liefje, ik kan het uitleggen, wacht. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ha? Ja, ik kan er niks aan doen als Jordi met de ass gooit. Hey, thanks, boys. Je bent goede racisten. Hey, thanks, man. Bad boy, what you want to do? Ja, man. Bad boy, what you want to do? Bad boy, what you want to do? What you want to do? What you want to do? Bad boy, what you want to do? Bad boy, what you want to do? Bad boy, what you want to do? What you want to do? What you want to do? Bad boy. What you want to do? Bad boy, what you want to do? Zo. Kijk eens, ze denkt ze is karate kid. Oh, fuck. What you want to do? What you want to do? We gaan door naar de volgende film en dat is Gewoon Super. Zo heet de film dus. Het leven van de 11-jarige gameliefhebber Hedwig staat op zijn kop wanneer ze veel eerder dan verwacht haar vader moet gaan vervangen als de superheld van de stad. Maar Hedwig is geen superheld. Ze is klein, een beetje onhandig en niet sportief. Haar vader daarentegen is groot en sterk en de lievelingsheld van de stad. Al snel realiseert Hedwigs vader zich dat de nieuwe superheld misschien wel Adrian, het atletische neefje van Hedwig, moet zijn. Teleurgesteld gaat Hedwig op bezoek bij haar oma, die vroeger zelf ook een superheld was. De stoere oma ziet mogelijkheden voor Hedwig en is niet van één gat te vangen. Er ontstaat een onwaarschijnlijk sterk team waarbij Hedwig bewijst dat je ook zonder superkrachten gewoon super kunt zijn. Lachen! Oh. Huh? Wat gaan we doen? Dit is Superleeuw. Zijn identiteit is geheim. Niemand weet wie hij werkelijk is. Behalve ik dan. Hij is namelijk mijn vader. Ja, en dit ben ik, Hedwig. Hoe was het vandaag op school, Hedwig? Helemaal super. De rol van Superleeuw wordt doorgegeven. En ik ben de volgende. Ik ben de nieuwe Superleeuw. Is dat echt Superleeuw? Eerder Super Chihuahua. Jij bent helaas geen superheld, Hedwig. Ik moet iemand vinden waar ik in geloof. Oh ja.
voorzichtig zijn met dat kostuum. Het versterkt je sterkste kanten, maar je slechte kanten ook. Kunt u me trainen? Laten we maar beginnen. Vanaf 31 januari is er een nieuwe superheld in de stad. Er moet iets zijn wat je het allerliefste doet. Videogames. Woo! Dan is dat jouw superkracht. Met de stemmen van Sterre Koning, Simone Kleinsma en Plien van Bennekom. Niemand gaat mij tegenhouden. Durf jij het ook te zijn? Papa! Gewoon super. Ik wist niet eens dat u een motorrijbewijs had. Dat heb ik ook niet. Gas op die lolly! Slomme duikelaar! Gewoon super. Vanaf 31 januari in de bioscoop. Zometeen gaan we verder met een comedy en een romcom. Maar eerst is het weer tijd voor een overzicht van de best bezochte films in de afgelopen week. Op nummer 5 vinden we Judeska in de film Bombini, Bangkok Nights. Voor nummer 4 is deze week voor de nieuwe film Ferrari. Op 3 vinden we, net als vorige week, de actiefilm The Beekeeper. Vorige week stond de eigenaar van de chocoladefabriek nog bovenaan, maar deze week is de nummer 2 voor Wonka. En de meest populaire film van deze week is de romantische comedy Anyone But You. Nobody believes us. Let's just be affectionate. Permission to put my hand on your buttock. Granted. Got idea, right? Not in circles. It's not a magic lamp. Are they watching? Is it working? God damn it. Wait, I feel something. What the? What the? Where are they? What the? One might be in you. I'm good. It's probably a better way to check than what I did. It's a bad idea, right? Okay, they're gone. Show's over. Oh my god! Oh my god! It looks like they're going full Titanic. I love the commitment! Fuck it, it's fine. Een succesvol auteur, een gespannen projectontwikkelaar en een influencer-koppel nemen deel aan een vliegangstcursus. De laatste en ultieme uitdaging van de cursus is een echte vlucht van Londen naar IJsland, die nog dramatischer uitpakt dan de groep ooit had kunnen bedenken. Gestrand in IJsland zullen de Fearless Flyers hun angsten onder ogen moeten komen om zo hun vleugels uit te kunnen slaan. En te kunnen vliegen. Say hello, Fearless Flyers! Good life. This is the most important exercise. It's not the destination, but the flight that matters. You have booked us on a flight to Iceland. Exotic, right? That lump of volcanic rock in the North Atlantic. David, come back. You're a fearless flyer. Once we reach the destination, we'll wait there for a couple of hours, and then we'll pop back in. I'm not afraid of flying. What on earth are you doing here, then? It's Alphonse. He was so afraid he refused to sign up unless I came with him. Coco, what the fuck? Dear guests, it is now time for the safety demonstration. All it takes is one little bird to get sucked into the engine of an aircraft. I just survived the most terrifying flight of my life. Our flight has been delayed 9 hours. Apparently, there was a partial breakdown in one of the engines. They've arranged a wellness hotel for us to gather ourselves and prepare for this evening. To take that flight tonight would be nothing less than suicide. No matter what the others decide, okay, we're taking that flight tonight. If you want to fly, spread your wings. I've never felt so alive! Ah! I want to go home! In the middle of fucking nowhere! It's a little bit foggy in London, so... Oh yes, there's definitely something foggy going on here. Na Ibiza en Cuba is regisseur Johan Nijenhuis deze keer verliefd op Bali. Na het overlijden van haar Indische oma overtuigt influencer Jenny haar moeder en zus om met haar naar Bali te gaan. Ze zijn totaal verschillend en komen ieder met hun eigen motivatie en vragen naar het eiland. Terwijl Jenny haar carrière probeert te redden, wil Dewi vooral op zoek gaan naar haar roots. En hoopt Corneli dat de reis haar en haar dochters dichter bij elkaar brengt.
Door de zoektocht naar een familielegende ontvouwt zich te midden van de kleurrijke Indonesische cultuur niet alleen een oude liefdesgeschiedenis, maar ontstaan er ook onverwacht nieuwe liefdes. Dag Omi. Serieus? Een selfie? Raufi. Ik ben influencer en over een maand heb ik 1 miljoen volgers. Mam, wat ga je eigenlijk met die urn doen? We kunnen haar naar huis brengen. We gaan Omi uitstrooien op Bali. Het zou wel goed zijn, hè, om iets met z'n drietjes te doen. Hier op Bali zie je het spirituele overal terug. Je bent op het eiland waar je oma is opgegroeid. Ben je alleen maar bezig met je volgers? Ik begrijp jou echt niet, Davy. Ik wil gewoon weten waar ik vandaan kom. Zo gek is dat niet. In die urn zit mijn as. Ik zit in je hoofd. Dus even kijken wat een single vrouw... Met haar moeder en zus nodig heeft. Jani! Is bij de tempel nu hier? Een soort magie. Magisch. Mam, je hoeft je echt niet op de eerste, de beste gladde man te storten, hoor. Je bent totaal out of touch. Ben jij een tourgids of ben jij een levenscoach? Dat zie je wel aan het einde van je reis. Toch ook voor mij ergens een plek zijn. Dus je kunt gewoon genieten in het moment. Waar ze begrijpen wie ik ben. Wat denk jij dat ik nodig heb? Een half jaar helemaal niks doen. Maar misschien komen we elkaar nog wel eens tegen. Ik zou er niet op rekenen. Ik reken alleen op mijn karma. Alles wat je vroeger niet kon zien. Geeft je nu het allermooiste misschien. Iedereen in onze familie is ongelukkig in de liefde. Je weet wat hebben we afgesproken, hè? Of toeristen. Maar dit is anders. Dit voelt anders. Camel Toe. Opnieuw. Camel Toe? Niet alle leed van je voorouders te dragen. Iedereen verdient een grote liefde, toch? Verliefd op wat ik zie, verliefd op jou. En verliefd op haar. Ik vroeg nog of jullie mee mochten, maar pas niet op zijn scooter. En de auto staat boven. Verliefd op haar. En daarmee zijn we weer doorheen voor deze week. Morgen zijn deze films dus allemaal te zien in de bioscoop, dus ga ze zeker even checken. Volgende week weer een nieuwe aflevering met opnieuw een aantal nieuwe films. Graag tot dan!